gaan het bedrag bekendmaken wat bij de stichtingen hebben opgehaald. Notaris, wilt u het doek eraf trekken? En dan volgt er een groot applaus, want dit is het eindbedrag. 1489,80 euro. Nou, dat is een geweldig resultaat. Ome Joop's Tour is een organisatie die zich inzet voor kinderen die niet zomaar op vakantie kunnen. Hun radioshow, Radio De Vette Ketting, organiseerde net als vorig jaar weer een speciale marathon kerstuitzending. In 24 uur probeerden ze zoveel mogelijk geld in te zamelen. Wat blijven jullie het meeste bij van deze 24 uur? Nou, het nachtgebeuren. Ja, in de nacht? In de nacht hier. Er gebeuren 's nachts dingen hier. Wat ik nooit meegemaakt heb, is dat ze hier sneeuwballen stonden te gooien. Dronken mensen. Het was op het podium vannacht heel, heel erg leuk. Er kwam op een gegeven moment een zangeres. Die begon spontaan te zingen. Nou, onvoorstelbaar wat ze zong, want ze had niet de minste... Nee. Ze stond Tina Turner, hè? Tina Turner stond ze hier te zingen, midden in de nacht. Ja. Maar ik heb toch wel genoten. En Joop, wat is het eerste wat je gaat doen als je thuis komt? Nou, we gaan eerst opruimen. Ja, dat moet ook nog gebeuren. En dan ga ik naar huis. Dan denk ik dat ik eerst de hond uit ga laten. Beestje heb ik ook al 24 uur niet gezien. Dus ik ga eerst de hond uit laten, douchen. En dan ga ik slapen. Sluit je daarbij aan, bij het slapen? Ja, vooral eerst gewoon lekker goed douchen. Even goed eten ook nog. We hebben wel gewoon normaal gegeten natuurlijk. Maar gewoon even thuis op je eigen bank, even gedoucht, eten en zo snel mogelijk mijn mandje in.